Wilfred Gené, René van der Gijp en Johan Derksen zijn na ruim 2 weken afwezigheid vanavond weer op de buis te zien met hun programma Vandaag Insight. Nadat Derksen terugkwam op het verhaal dat hij een vrouw zou hebben gepenetreerd met een kaars, geeft Talpa Trital toch weer een kans. Vind jij het eigenlijk snel na 2 weken of had je het wel verwacht? Nou, dat het helemaal het einde van VI was. Ik denk dat niemand dat enorm had verwacht na de enorme weerpoppetjesdans die ze de afgelopen jaren al voerden van ik stop en ik kom toch weer terug en het is niet meer te doen en we komen toch weer terug en ik stop. En we, nou ja, want dat zelfs continu. Toen jij te gast was bij die laatste aflevering, toen vroeg je het ook nog een paar keer. Is het dan echt de laatste? Is het dan echt de laatste? Toen dacht jij dus al, ik geloof het eigenlijk niet. Nou ja, de wijs geworden door de geschiedenis. Ja. En nu was het ook, Derksen gooide hier zelf de handdoek in de ring. En daar gingen de andere mannen in mee. Waar zitten we dan naar te kijken? Want is het dan niet heel geloofwaardig als ze dan zeggen we stoppen en je komt al steeds weer terug? Ja, dat zou ik ook zeggen. En ik zou ook, als ik Derksen was, wel 3 keer in de spiegel kijken van voordat ik het misschien nog een keer zou roepen. Maar ja, hun achterban maalt daar echt totaal niet om. Ik ben echt wel verbaasd ook over de dynamiek die het de afgelopen weken heeft gekregen, ook in de maatschappij. Want het is van heel veel ophef gegaan naar ongeveer, waar hebben we het eigenlijk over? Zoveel was er dus ook niet aan de hand. Nou, dat vind ik niet. Het feit of dat verhaal nu wel of niet echt waar is gebleken, maakt er niet uit. Ik vond het meest walgelijke dat ze zaten te lachen om seksueel misbruik. Dat deed mij pijn. En daarbij was er natuurlijk ook van, Derksen is een soort gecanceld. Is ook niet waar. Hij zei zelf, ik stop ermee. Ik heb er genoeg van. Het is klaar. En het was niet omdat hij een opinie had die de mensen niet aanstond. Het was omdat hij het verhaal verteld heeft wat gewoon echt zeer onhandig was. Ja. Uiteindelijk. Ja. Als we het zo samenvatten. Ja. Maar toch, als ik jou zo hoor, denk ik, waarom heb je dan toch nog zin om daar te gaan zitten als gast? Waarom niet? Ik zit af en toe in televisieprogramma's om mijn mening te geven over televisie. En als ik me daarbij zou laten leiden door wat ik wel en niet persoonlijk heel erg leuke programma's vind, dan omdat je blijft er weinig dat, over. Dat verhaal heeft me ook pijn gedaan. Er zijn natuurlijk ook mensen die hebben gezegd, Roos Slikker bijvoorbeeld, hè? Pardon. Die zei van, dit is voor mij de grens en ik kom niet meer. Dat kan natuurlijk een afweging zijn. Dus ik ben benieuwd hoe dat bij jou is. Dat kan zeker een afweging zijn, maar dan had ik er ook die laatste niet moeten gaan zitten. Ja. Kijk, ik vind het altijd sterker op het moment dat je ergens aanstoot aan neemt, wat ik deed aan die dinsdagaflevering, dat je dat mensen ook recht in hun gezicht zegt. Maar tegelijkertijd ben ik totaal niet voor dat gecanceld de hele tijd. Van, jij vertelt iets wat mij niet aanstaat, dus dan moet dat maar weg. Dit zijn ook geluiden die in de samenleving leven. Dit is een achterban die er misschien ook op dezelfde manier over nadenkt. In ieder geval een deel denkt er op dezelfde manier over. En dan als er dan af en toe daar iemand in het programma zit die zegt van, dit vind ik niet zo handig of dit gaat over de schreef, dan vind ik dat sterker dan dat je zegt, jullie mogen niet op televisie. Ja. En waar bedoel je dan dat mensen dan hetzelfde over denken, de achterban? Er is een groot deel van die achterban die vindt ook dat het nu allemaal wat er in de maatschappij gebeurt gezeur is en dat er allemaal niks meer kan tegenwoordig en dat alles overdreven wordt. Ja. Dat iedere man vogelvrij is. Ja, maar je gaf het al aan, het was Johan Derksen natuurlijk, die zelf een soort van live op tv een evaluatiegesprek deed en zei ik kap ermee. Wat verwacht jij dan vanavond als hij daar weer zit? Komt hij daar dan nog op terug? Of... Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Dat weet ik eigenlijk. Dat kan ik niet zo goed inschatten. Aan de ene kant denk ik bij VI, ze kunnen het er nog 5 minuten over hebben en daarna gaan ze het weer hebben over het voetbal van het afgelopen weekend en over Hugo de Jonge, dat een zak is. Aan de andere kant is er geen programma zo goed als het hebben over zichzelf en het gewoon ook een uur lang alleen maar navelstaren. Dus dat zou het ook zomaar kunnen zijn. Ja. Nou, liefhebber of niet, het programma blijft een van de grote successen voor Talpa en SBS. En afwezigheid zorgt voor een flinke financiële druk. Het heeft natuurlijk een grote financiële waarde. 1, door de advertenties die er omheen gaan. Dat was natuurlijk even minder de laatste tijd, omdat een aantal adverteerders het hadden opgezegd. Maar de ervaring is dat ze meestal wel weer terugkomen. Ik schat dat de financiële waarde gewoon puur uit reclameinkomsten zo'n 50.000 euro zal zijn per uitzending. En dan is de financiële waarde nog veel groter, omdat het programma ervoor en daarna bij een hoog gescoord programma veel baat hebben. En daar ook natuurlijk weer reclameinkomsten tegenover staan. Faillissement is echt ondenkbaar. Dat zit er echt niet in. Zelfs als het programma niet teruggekomen was. De SBS is eigendom van Talpa. Talpa is eigendom van John de Mol. En die is echt vermogend genoeg om dat heel lang uit te zitten. Ja, er is ontzettend veel geld mee gemoeid. 50.000 euro horen weer per aflevering. Zijn dat cijfers die jij kent? Ik denk dat het nog zuinig geschat is, als ik heel eerlijk ben van fonds. Wat ik hoor is dat het per maand ongeveer 5 miljoen oplevert, het programma. Ja, denk je dat dat ook erachter zit voor een Talpa en SBS om te zeggen, wij willen gewoon deze mannen weer terug op de buis? Tuurlijk. Die twee houden elkaar, het programma en de zender, houden elkaar in een soort wurggreep. Ik bedoel,
Derksen zal misschien echt gemeend hebben van ik kap ermee, ik heb er genoeg van. Maar als het stof dan is neergedaald, denkt hij van shit, ik ben toch wel een mooi platform kwijt. En mijn mening doet ertoe in Nederland. Tegelijkertijd heb je natuurlijk Talpa die enorm met deze rel in zijn maag zat. Want ja, die hebben nog de Voice lopen waar natuurlijk ook seksueel misbruik op dat bedrijf afstraalt. Maar ja, we hebben de afgelopen weken gezien, ze hebben geen vervanging voor VI. Het is de ruggengraat van hun programmering. Iedere dag zo 800.000 kijkers, dat trekken ze met geen enkel ander programma. Dus ja, kom er maar weer terug met, met je kijkcijfers en met je geld. Ja, en dat wel twee weken geleden, ongeveer iets meer dan twee weken geleden, dat ze de stekker eruit trokken. Denk jij dat ze in die twee weken, ook na de hele ook maatschappelijke discussie die er destijds natuurlijk is ontstaan, wel iets hebben geleerd van ook de manier waarop zij met dat hele verhaal omgingen? Nou, ik mag hopen dat ze er in ieder geval qua management een hoop van hebben geleerd. Want ik ben echt verbaasd hoe dit geëscaleerd is. Als zij op woensdag, de dag nadat Derksen zijn bekentenis tussen aanhalingstekens deed, de boel wat strakker hadden geleid en de koppen bij elkaar hadden gestoken en gedacht van vanavond zorgen we dat de plooien weer even glad gestreken worden, dan hadden ze deze hele rel niet gehad.